Maken. En wat vond er van? Heel schoon, hè? Heel veel volk afgelopen maandag op de grote première van de film Sprakeloos. De verfilming van het gelijknamige boek van Tom Lanois. Doorgaans gaan Vlaamse premières door in Antwerpen, maar deze keer werd gekozen voor de stad waar Tom Lanois geboren werd. Het is ook de plek waar het grootste deel van Sprakeloos zich afspeelt. Sprakeloos is een ode aan de moeder van Tom Lanois, die na een beroerte haar spraak verliest. Na afloop kon de hele zaal amper een woord uitbrengen. Sprakeloos door Sprakeloos. Lang geleden dat er in Vlaanderen nog eens zo'n aangrijpende film werd gemaakt. En het beste bewijs dat een boek verfilmen niet altijd op een fiasco hoeft uit te draaien. Wie ook schitterend in de film en op de rode loper was de hoogzwangere Marie Vink, die de jongere versie van Lanois' moeder speelt. Het was even spannend, maar dit weekend kreeg Marie toch een go van haar arts om de première bij te wonen. Al moest ze tussen het poseren met de volledige cast en de sterrenlegging nadien wel even weg uit de drukte om te bekomen. Verwacht wordt dat Marie tegen eind deze week gaat bevallen. Sprakeloos is vanaf 15 maart te zien in de bioscoop. Dat is geen mens. Dat is mijn moeder. Vertrouw je mij? Eén, twee, drie. Au, au.